Welkom bij de hoogtepunten. Ja, dit is nou ook wel een beetje klaar, hè? Dat doe jij elke week. En ze was een beetje aangebrand deze week. Beetje aangebrand. Maar het is weer goed, toch? Ik was soms een beetje chagrijnig en echt aangebrand. Levensgevaarlijk. Aangebrand. Veel plezier. Veel plezier. Echt wel vrolijk, hoor. Ik heb wat lekkers mee. Citroen maanzaad chewy koekjes. Wat? Ik haal ze uit de oven en ze zien er echt alles behalve zo uit. Zoals ze op die website van die kookclub staan. Nou, ik zou willen vragen of je het zou willen proberen. Want dit is een soort knijterharde pannenkoek. Moet je horen. Het lijkt een beetje op een schnitzel. Jij een koekje. Ik zou echt één hap nemen. Lijkt alsof een schuurpapier zit te kauwen. Zo. Het is toch goor? Het is echt goor. Maar hoe kan dat nou? Met je afwasmiddel. Het lijkt alsof het in de Omo heeft gehangen. Ja, precies, ja. Raar, toch? Ja, ik gooi het in de prullenbak. Nou, dat snap ik, schat. Zo. Er staat denk ik gewoon op 21,5, hè? Ja. Als jullie het gewoon goed hebben, dan laten we het zo. Ja, dan moet je bij de grote baas zijn. Hij staat op 21,5. Ja, dat is top. Dat is top, hè? Niet doen. 22 is echt te warm. Ik zit gewoon weg te smoren. Ja, ik doe op 21,5 nog geen suik meer. Aan mijn kano. Ik kan niet meer. Ik zit wel eens onder de douche. Maar wat zit je daar dan te doen? Gewoon zitten, nadenken, mijn haar wassen, weet ik veel. Maar mag ik zeggen dat ik dat een heel verdrietig beeld vind? Iemand die zit onder de douche na te denken en te mijmeren? Ja. En trek je dan de benen naar je toe met de armen eromheen? Of zit jij zeg maar met de benen recht vooruit? Ik zit met mijn benen in mijn nek. Nou goed. Nou, we kunnen het proberen, hè? Nee, joh, ik heb het morgens druk, joh. Het is militaire precisie. Ik heb geen tijd om te zitten. Nee. Ik zit nu op een klapstoel onder de douche. Jeetje, iedereen wil wat zeggen. Ja. Ga jij nou klagen over mensen die iets te veel te vertellen hebben? Zullen we natuurlijk een warm draaien? Echt waar? De vertraging, de reden is nog onbekend. Maar richting Amersfoort kom je tussen Strandhorst. Wat gebeurt er? Oh, je krukken vallen zeker om, Annemarie. Je krukken vallen om van Annemarie. Ja, ik heb niks gedaan, sorry. Goed, als je zelf maar niet omvalt, meid. Precies. Je hebt al een gebroken enkel. Het is 6:30, hè. Die krukken zijn er klaar mee. Sorry, mijn plaswekker gaat. Oh, sorry, heel even uitzetten, hoor. Wat is het eerste woord in het woordenboek en wat zou het laatste woord zijn? Het eerste woord in het woordenboek? Ja, dat begint dus met AA. Dus dat is dat, wat is dat dan? We moeten echt door. Naar een verjaardag gaan waar je niemand kent. Ik heb dat vanavond. Ik had 1,5 jaar geleden een keer een date met hem. Toen dachten wij, we kunnen het eigenlijk hartstikke goed vinden. Je hebt hem gefriendzoned. Nee. We hadden de eerste date wel gezoend. Op zich frappant, hè? En jouw vriend gaat niet mee vanavond? Ja, die gaat waarschijnlijk nog even mee. Zou ik ook doen als ik hem was. Maar die komt nog even door. Ja, die komt een verhaal halen. We zoenden die goed? Ja, kon goed zoenen. Echt tongetje draaien? Ja, natuurlijk hebben we getonkt. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe makkelijk je bent. Blijkbaar heel makkelijk. Ach, Tom, flikker toch op. Als jij zoent met een meisje op een eerste date, geef er alleen een paar kusjes zonder tong, ben je 12. Nee, ik ben een gentleman. Ja. Nee, voor mij bleef je thuis. En jullie laten je vrienden ook het huishouden doen, toch? Ja, zeker. Klopt. Traditie is dat. Ik had gisteren bijna dood ervaren. Nou, we waren je bijna kwijt, inderdaad. Ik was in mijn badjas een eitje aan het bakken. Wat een leven, hè? En ik denk, zo, dat begint te roken. Mijn ei staat zeker in de fik. Dus ik draai me om. Staat mijn haar in de fik? Hè? Maar echt wollebak in de fik. Maar hoe is het in de fik gevlogen? Ik heb dus geen idee. Ik vond overal verkoold haar door mijn huis. En daarna trok ik de plukken er zo uit. Wat schrikken, joh. Ja, het was echt wel even schrikken, ja. Of tijd voor inductie, of voor burgerlijk wonen. Het is één voor de twee. Marieke Elsinga. She's just a girl and she's on fire. Maandag kom ik voor je koken. Gezellig. Nu al zin in. Staat in mijn agenda, hoor. Lekker een beetje op tijd. Helemaal leuk. Ja, ik lig om 8 uur voor het journaal natuurlijk alweer in bed. Ik kan je wel in bed helpen. Zo erg is het niet. Kun je even mijn po weghalen? Trek ik die lange witte nachtjepom van je aan, kan met je haren. En die kandela. En dan is het maar weer hopen dat ik wakker word de volgende keer. Zet ik de knijpkat naast je bed. Gauw ik je handjes. Lijm ik je ogen dicht. Ik ben gewoon benieuwd wat jij denkt dat dit is. Ja. Jeetje. Ik heb het idee dat dit iets te maken heeft met jouw auto. Oké. En wat zou het kunnen zijn? Het is een remblok, denk ik. Oh. Dat heb je goed. Hier is vals gespeeld. Ik zweer het. Waarom denk je dat? Nou, schat, je weet niet eens wat je bandenspanning is. Hoe je die moet opmeten. En een remblok, herken jij direct? Ik geloof er geen reet van. Nee, ik geloof het ook niet. Ik geloof nee, geen reet nee, van. Dat vind ik dus irritant. Ik heb het gegoogeld. Nee, dat heeft ze niet en gedaan. Daar kan ik dus, en nu word ik ook oprecht boos. Want dat vind ik dus mega irritant. Nee, ik ze weet het gewoon. Jij houdt heel erg van vals spelen. Maar ik vind dat helemaal vervelend. Als ik daarvoor word beticht. Mattie, gooi nou geen olie op het vuur.
Je moet me nooit beticht van vals spelen, schat. Oeh. Ja, dat weet je. Dan word ik echt fel. Kan ik niet tegen. Zo, zagen we even je ware aardappels. Zo. Iedereen mag meeraden. Ja, leuk. Mijn wifi-netwerk heet personeelsingang. En dan mag je lekker over nadenken waarom dat is. Je kunt sturen via de Q-Music app. Niemand in de Q-Music app heeft het goed. Zullen we toch gewoon even één liedje de kans geven? Nee, want zo leuk, zo spannend vind ik het ook niet. Nee? Nee, gewoon. Kom op. Mijn achternaam zit precies in het midden van het woord verstopt. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. Nou, er is een bijzondere piek te zien in de pornowereld. In het aanbod van coronavirusporno. Ikzelf, stukje journalistiek, heb natuurlijk wat research gedaan. Maar wat verdiept in dit onderwerp. Het zijn dus vooral scènes waar je naar kijkt waarin horizontaal gedanst wordt met mondkapjes. Op. Nou, ik mis wel bepaalde scènes als een mondkapje. Ja, nee, die kan af. En daarnaast zie je veel titels als bijvoorbeeld MILF in quarantaine. Nou ja, dat is dus ook blijkbaar een ding. Jongens, ik wil nog even zeggen, uit mijn onderzoek blijkt ook dat je streng moet filteren. Er is namelijk, en dat wist ik zelf ook niet, een hele categorie waarbij de corona-flesjes centraal staan. Ik denk dat je zelf wel kan invullen hoe dat gaat. Dag. Bedankt voor het kijken en abonneer. Oh, sorry. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren. Hier. Oh, daar zijn allemaal andere video's. Of is dat dan nu daar? Nee, dat is hier. Daar, toch? Huh? Mattie en Marieke. Q-Music. Mattie en Marieke.